Zal ik maar vertellen? Ja, vertel. Wat is het voor iets moois? Ja, nou, kijk, we zijn hartstikke blij dat wij hier bij jou mogen zijn. De Arnhemboerderij, die Hoeve, die ken ik al zolang ze kan de Voorweg woon, dat is 52 jaar. Als kind fiets ik er dagelijks langs. Het is een oud-Hollandse boerderij met een dwarshuis. Redelijk gebruikelijk, de eind 19e eeuw. Ja. Hij is niet onderheid, dus hij is ook een klein beetje om zijn kelder heen gezakt door de jaren heen. Behoorlijk, ja. Maar de keldervloer die zorgt ervoor dat die gecompenseerd wordt en de rest zakt er als het ware omheen. Precies. Door de jaren heen. Ja. En het moderne verkeer met alle trainingen hebben daar natuurlijk wel zijn verwoestend werk in gedaan. Twee vragen heb ik dan. Wat kan de Arnhemboerderij betekenen voor de verbinding van stad en land op deze plek? En de tweede vraag is, wat kan de Arnhemboerderij betekenen als leerwerkplaats waar studenten kunnen werken en leren? Zo, kijk. Ja, ik denk dat met de juiste aanpak in Europa, dat iemand in Europa gaat kosten maken. En als we zien dat ze in zee honden een stoot aan kunnen leggen met geld vanuit Europa. Ja, dat is wel heel veel. Maar dat weet je dat het beter is dan het geld. Maar wel met veel water. Ja. Qua massaopbouw is er nog steeds die traditionele boerderij niet. Een beetje mix gemaakt van slaapzalen, maar dat je ook twee persoonskamers kan huren. Ja, zeker. Zoals eigenlijk hostels tegenwoordig ook wel werken. Het is niet meer zoals de jeugdherbergen van vroeger, waar je altijd in een slaapzaal was. Grote horecafunctie en die ook kan dienen als informatiecentrum. Ja. Dat is eigenlijk mijn belang. Maar dat vertaalt zich straks ook weer in de cijfers? Ja. Oké. Ik ben benieuwd. Oké. De leerwerkplaats. Ik heb dan de leerwerkplaats op me genomen. Die heb ik ook ingedeeld in... Is dit nou zeg maar een redabel project? Ja, in het begin niet. Nee. Sorry, maar dat is meestal logisch. Natuurlijk door de hoge afschrijvingen en de weinig inkomsten. Maar je kan het wel laten zien, heb je ook gezien. Op lange termijn is het wel. Op lange termijn is het in zekere zin wel rendabel. Maar je moet wel aan het uitgaan, dit zijn cijfers per 2 jaar. Per 2 jaar? Ja. De landmarkt is een markt die gespecialiseerd is op zoveel mogelijk dagverse producten uit eigen regio. Want wat je uit de buurt haalt is verser, dus lekkerder. Maar bovenal moet landmarkt vooral een plek zijn waar het heel fijn is om te zijn. Waar je lekker kan eten, waar je dingen kan leren over eten, met workshops over eten. Gewoon een leuke plek om met je familie naartoe te gaan. Situatie. Met de oude Arnhemboerderij. Ja.
en dan hier de landsmarkt. Ja, waar ik voor gekozen heb om die deels onder, in het talud te verwerken. Dat je talud eigenlijk een stukje zo trekt, ja. Waardoor je het grote deel van de landmarkt wat koeling is, ja. Onder de grond stopt. Waardoor je eigenlijk een bovengronds kelder maakt, okay. Wat energetisch enorm een voordeel heeft. Ja. Ja. Maar behalve dat, ook qua massa, lijkt de landmarkt daardoor kleiner. Ah, ja. In het landschap. Ja, okay. Ja, dus dat heeft zo zijn voordeel. Ja, het bijkomend voordeel vind ik is dat je dan een soort kommetje krijgt waar de oude Annahoeve, ja. Waardoor dat elkaar niet bijt. Ja, dit heeft zijn eigen gebied en dit heeft zijn eigen gebied. Okay. En daar heb ik er wel voor gekozen om het parkeren op te lossen langs de oorspronkelijke weg. Ja. Oké, okay, nou wij zijn tweedejaars bedrijfseconomie studenten. En wij hebben de opdracht gekregen om een businessplan te maken voor de Anna. Wat bij ons heel belangrijk is dat we kennis en kunde over eten, inspiratie over eten, op de marktvloer aanwezig hebben. En dat we die kennis, die willen we heel graag overdragen aan de nieuwe generatie. Dat doen we door middel van leerwerkplekken, echt in een ouderwets meester-gezelconcept om gewoon aldoende nieuwe dingen te leren. Als je kijkt naar het businessplan dat wij van Amsterdam hebben gehad, kan je zien dat met meerdere punten is het gewoon goed vergelijkbaar. En in een schaal om Zoetermeer heen is ongeveer net zoveel consumenten te vinden als in Amsterdam zelf. En de locatie is gewoon goed, het is goed bereikbaar, zit aan een grote weg. Wel punten die overeen komen. Wat misschien wat anders wordt is dat Zoetermeer een stad is met een grote geschiedenis in de boter. Oh, ja. En daar willen we dan ook iets speciaals van gaan maken. We denken misschien aan een combinatie van een botermuseum erbij. Dat mensen daar wat meer over kunnen leren. Ook een stukje van de geschiedenis kunnen leren. En wie weet misschien zelf hun eigen boter. Dus, de Annahoeve kan in dit concept gewoon gerestaureerd worden en wat meer ramen toevoegen. Ja. En dat voldoet het perfect aan hoor. Ja. Want dit, in die nieuwbouw kan je energetisch heel goed oplossen. Ja. Ook die duurzaamheid halen die de landmarkt graag wil halen. Okay. Die wil CO2 neutraal bouwen. Ik zet hem op. We hebben getekend omdat wij dit een uitstekend initiatief vinden. Als open design garage Zoetermeer vinden wij het heel belangrijk dat er innovatieve dingen gebeuren. Yeah. En die ondersteunen wij graag met onze open design aanpak. Waarbij we nadrukkelijk ook kijken met name naar het duurzaamheid. We proberen altijd aan te sluiten natuurlijk bij de speerpuntenclusters van de gemeente zelf. Ja. En het hele concept vrije tijd, logement en de combinatie ook met werken. Ja. En ICT. De combinatie die je met name steeds vaker ziet met ICT. Ja. Die zijn gewoon van groot belang. En dit concept dat sluit eigenlijk precies aan bij meerdere speerpuntenclusters. Oké, okay, dat vind ik wel mooi. Een mooi shot. Wat ik denk belangrijk is voor het Ozon-project is dat de Annahoeve plekken beschikbaar gaat stellen. En dat kan op hele verschillende manieren. Waardoor studenten de mogelijkheid krijgen om ondernemersvaardigheden en ondernemend gedrag te gaan ontwikkelen. Dus het zou kunnen zijn een leerwerkplek, maar het zou ook kunnen zijn een stageplek. Het zou een mogelijkheid of een gelegenheid kunnen zijn om een eigen bedrijf op te starten onder de paraplu van de Annahoeve. Initiatief, de Annahub, een heel sympathiek initiatief, omdat het tegemoet komt aan het behouden van het erfgoed in Zoetermeer. En daarbij zien wij hele goede mogelijkheden voor onze studenten om een bijdrage te leveren aan het opzetten van het plan, de Annahub. Bij elkaar voor ons een interessante mogelijkheid om ons te laten zien in het Zoetermeerse en bij te dragen aan de omgeving, de maatschappelijke omgeving van de stad. Dus je zou willen tekenen, en is dat mooi opgenomen? Het is mooi dat ding een natuurlijke goede bestemming krijgt. Binnen de omgeving. We hebben natuurlijk prachtige parkgebieden.
En ik hoop dat echt dat mensen daarvan een tijdelijke logierruimte kunnen krijgen. Maar dat ook het proces om daar tot daar te komen, dat het voor de mensen wat meer betekenis heeft. Ja, vanuit die motivatie van dit concept, waarbij het Wollumhuis wel helemaal weer een oude staat teruggebracht zou kunnen worden. En dat staat? Dit deel. Maar dat je die constructie van de stal helemaal omgooit. Oké. Ja. Door een nieuwe doorsnede waarbij je de oude wanden koppelt aan de nieuwe constructie die met draaipalen de grond in gaat. Ja. Leg hem er maar op. Oké, dat vind ik wel mooi. Ja, mooi.